Jordi en ik gaan even wat foto's maken. Dus dat is echt heel dom. Ah, oh, we zijn zo lief aan het spelen. Het is hier echt geweldig. We zijn aangekomen in de mooiste plek in de geschiedenis. We hebben date night. Het is gewoon pillow porn. Good morning babes. De tijd is aangebroken om op vakantie te gaan. Jordi en ik gaan iets meer dan 2,5 week weg. We gaan lekker naar Spanje. Ik hoop dat het mooi weer is, want ik zag nu dat het precies vandaag als we aankomen 19 graden met regen is, terwijl het gisteren 27 graden met zon was. Allemaal kleine rolletjes. En de twijfelstapel. Deze broek draag ik uiteindelijk toch bijna nooit. En deze rok vind ik heel leuk, maar die is wit. Dus dan denk ik, dat kan bijna niet goed gaan op vakantie. En dit is een hele lekkere jurk, maar die neemt heel veel plek in. We zijn er aangekomen. Bij dit geweldige gebouw. Maar het is 11 uur en we weten niet wat we moeten doen. Oh, mijn schoen. Waar is Louisa? Dit is best wel creepy ook. We made it! Zo knus. De open haard staat al aan op ons te wachten. Hier is een bovenverdieping. Met geweldige balken. Oh, wauw. Oh. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn lekker bananenpannenkoekjes aan het bakken. Dit is wel echt leuk aan zo'n huisje. Dat je lekker je eigen dingetjes gaat maken. Boodschappen gaat doen. Lekker gezellig opsluiten hier. Goedemorgen. Het is de tweede dag hier. Gisteren heeft het de hele dag geregend. En zijn we lekker vooral binnen gebleven. En was ons uitje dat we naar de supermarkt gingen rijden. En nu zijn we vroeg wakker geworden om 8:30. Voor vakantiebegrippen vroeg vind ik zelf. Ik heb gisteren tot 1:00 'smiddags uitgeslapen. Ik denk dat ik dat even nodig had. We zitten dus in een fantastisch oud gebouw. Waar ze vanaf 1700 ijs maakten en opsloegen. Dat zit dan in een koepel, die waar ik nu voor sta trouwens, deze unit. Die zit helemaal onder de grond en omdat het daar natuurlijk kouder is, bleef dat ijs dan helemaal bevroren. En dat gingen ze dan met ezeltjes naar de grote stad brengen. Fascinerend verhaal. Ik vind dat zo leuk om dingen te horen over geschiedenis van zo'n plek en over vroegere tijden. Ik zie het dan helemaal voor me. Wij zijn op dit moment de enige in dit hele soort van mini-kasteeltje, dus het is super rustig. Om ons heen zijn alleen maar heuvels met kleine schaapjes. Als je goed luistert hoor je ook de schapenbelletjes. Het is zo stil en zo lekker om hier te zijn. Ik heb gisteren eigenlijk de hele dag gewerkt en vanochtend ook. Nu ben ik bijna klaar. Dus dat is heel lekker en dan kan ik me echt soort van helemaal ontspannen. Ik heb ook mijn haar al dagen niet gewassen, geen make-up op. Gewoon helemaal chill. Dat is ook wel lekker, omdat ik niet van mezelf hoef te vloggen. Ben ik daar ook even totaal niet mee bezig. Het is hier zo mooi. Check deze lieve schaapjes. Hallo, kijk daar lopen ze. En dit is dan ons uitzicht. Jordi is binnen lekker bananenpannenkoekjes aan het maken. En we gaan zo wandelen. Ik ben alleen echt een kneus, want ik ben zowel een soort legging of chillbroek of zo vergeten als goede wandelschoenen. Ik heb alleen mijn Birkenstock-achtige slippers mee en zeg maar fashion sneakers. Van die hele grote witte met wit leren en wit suède. Ja, dat gaat hem natuurlijk echt niet worden. Dus dat is echt heel dom. Oh! Ik kan mezelf echt dan van mijn kop slaan, maar ja, het is wat het is. Het is zo door het leven. Hallo. Nou, die gaan we dan. Lekker joggingboekje van Jordi aan. En een banaan bij me. What? Hey, you're truly met een man bun. Oké, we gaan beginnen aan een hike. In dit afgelegen bos. We hebben date night. What? We gaan uit eten bij een restaurantje, ook een van de enige restaurants die nu nog open is in dit low-ish season. Het is heel lekker weer, niet per se zomers, maar wel frisse lekkere lucht met een zonnetje. Ik heb een hele lekkere mohair,
Nou, het is geen mohair, geloof ik. Hele fluffy, zachte trui aan van Acne. En mijn Isabel Marant zebra broekje. En loafers. Elke dag nog steeds zo blij met dit kortere haar. Grote oorbellen met een ringetje eraan. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn in Cadiz. Met Jordi en Anno. Kim is een beetje ziek, dus die ligt binnen nog op bed. We gaan toch even op ontdekkingstocht. Dat heb ik vandaag aan. Een zwarte blazer, kroptopje en een jeans. Goedemorgen. We zijn lekker op het strand met Kim en Anno. En heel veel boeken. En we hebben, Jordi en ik hebben een huge kleed gekocht. We hebben 4 keer oppassen in reetje. Dus hier gaan we nu de hele dag chillen. Al zijn we hier nu een kwartier en heeft Jordi het nu al heel warm. Heel. Dus ik vraag me af hoe dat afloopt. Hey puppies! Hallo! Goedemorgen! Het is weer bewolkt. En koud. Maar we zijn toch naar het strand gereden in de hoop dat het opklaart. Want ja, dat wil je wel. Jordi heeft ons naar een super mooi strandje geloodst. Een uur rijden van Cadiz. Het is helemaal verlaten, het is prachtig, maar het is dus wel koud. Dus ik hoop zo erg dat we nog een beetje zon krijgen. Ik vind het echt heel jammer. Het is toch niet aan te raden een strandvakantie zo laat in het jaar in Europa. Of we hebben gewoon pech, ik weet het niet precies. Het is hier wel echt prachtig. Wauw. Hey eilanders. Letterlijk de enige mensen op dit hele strand. Het is geweldig. Hey Vekster! Heerlijk stranddagje. Hey boys. Hey Betty. Het is zo rustig hier. We hebben toch nog wel een beetje zon. Dus met gewoon een lekker t-shirtje aan of zo, dan is die prima. Ik heb er weer binnenstebuiten aan helaas. En ook zijn hier kunstwerken van mensen die dus stenen helemaal netjes hebben opgestapeld. En die bewegen ook gewoon niet. Die vallen niet om, die waaien niet om. Jordi dacht dat het een soort meditatieding was. Het ziet er echt geweldig uit. Check dit. Het hele stuk. Het is echt heel moeilijk. Oké, het grappigste ooit gebeurd. Kim en ik gingen even wandelen en toen kwamen we terug en hebben Jordi en Onno een heel vuur gemaakt. Dus ze zijn zo trots helemaal te... Ze zijn zo lief aan het spelen. Ja, ze zijn stokken aan het rennen met stokken. Ze hebben nu een omheining ook met de ronde stenen gemaakt, zodat het vuur... Het is wel echt leuk. Net hoorde ik ze zeggen, het is echt een goede pook. Ja, zeker. Trotse hoofd. Hallo. Hoppakee. Jordi, jij gaat helemaal trots een fotootje van maken, hè? Is echt heel knap, sorry. Het is daylight. Ik heb een nieuwe top aan, een Spaanse vondst. En over catches gesproken. Ik zit hier tegenover deze knap in een heel leuk tentje. Hoe heet het? Zo, so, naam Boedo. Echt een aanrader. Hey, jij daar. Wij nemen even een colaatje. Het eten ziet hier zo lekker uit. Kijk hoe cute dit tentje is. Maries. Moet je er een doen? Hallo. We hebben de laatste dag met Kim en Onno. We hebben het ontbeten. En nu gaan Jordi en ik verhuizen naar de buurt van Marbella. We hebben een heel lekker luxe hotel hebben en ons even helemaal gaan relaxen en ontspannen en massages nemen en chillen. Het is daar wel iets kouder dan hier, dus dat vind ik er wel jammer aan. Maar goed, we willen wel onze route een beetje afmaken. Verder heb ik echt joekels van muggenbulten, echt van die plakaten. Het ziet er niet uit. Heel creepy. Het jeukt ook als een gek. Maar ja, hoort er een beetje bij, denk ik. Kijk hoe leuk mijn schatje eruit ziet. Helemaal blauw. Dit is dus blauwe ribstof. Zo leuk. Check even. Ik weet eigenlijk niet of jullie dit willen zien. Ik heb gewoon heel erg behoefte om dit te delen met jullie. Vraag het dan eerst even. Oei. Hoezo moeten we hier echt door? Het kan helemaal niet. Nou ja. Het zijn gewoon paaltjes.
Het is echt heel raar de navigatie. Je rijdt echt voor geen meter. Wel is het heel lekker zonnig vandaag. En ik wilde dus even mijn plakkaatmuggenbeeld aan jullie laten zien. Check dit. Het is echt niet normaal. Het jeukt echt als een motherfucker. En op mijn arm. Deze arm. Is ook zo'n joekelbeeld. Ik heb weer lekker een make-uploos hoofd. Heerlijk aan vakantie vind ik dat. Geen make-up en geen BH's. Lievelings en geen dichte schoenen. Dan ben ik al een heel eind qua gelukslevels. Jij? Geen make-up, geen BH? Heerlijk. Maar ik probeer dat in dagelijks leven ook al zoveel mogelijk door te voeren. Oh, lekker. Jordi heeft een nieuwe zonnebril. We zijn dus bij een outlet geweest. Loes heet die. Hoe heet die? Loes. L-U-Z. Ik sprak het toch op Spaans uit, jongens. Loes. Maar volgens mij heette die niet zo. Dat was gewoon. Loes. Loes betekent licht. En volgens mij was dat een outlet voor licht. Nee, sowieso niet, jongen. Ik zoek het nu op. Zit je me lekker uit te lachen? Wat gebeurt er als ik gelijk heb? Dan sta ik voor lul. Sta je voor Loes? Dat was nog wel een lekker Loes lachen. Shopping. Kijk, dit is gewoon het hele winkelcentrum. Het is goed met jou. Daar dus. Dan heb ik bij Wimma en Lola heb ik 3 dingen gekocht. En bij de Adidas heb ik iets gekocht. Nu doe ik even de camera weg, want het zit niet best zo lekker. Oké, doei. Oké, we zijn aangekomen in de mooiste plek in de geschiedenis. Holy shit. Het is zo mooi en groen. Wauw. Yes, het ontbijt. Dit geweldige uitzicht. We bevinden ons momenteel aan het zwembad en het is hier echt geweldig. Ik hoor alleen maar watervalgeluiden. En verder stilte. En het is zo fijn en rustig hier. Je wordt echt helemaal zen en happy. Jordi heeft mij opgehaald om zo meteen even te gaan sporten. Wat ik natuurlijk eigenlijk nooit doe. En ook niet leuk vind. Maar wat wel goed voor me is. Dus ik heb speciaal sportspullen gekocht bij de Decathlon. En daarna gaan we in de spa. Helemaal atletisch. What? Who this? We gaan hiken. En een appel eten. En op zoek naar eten überhaupt. Ik denk dat dit een dag wordt van room service. Tough life. Je kan dus Afrika zien vanuit ons raam. Als het niet bewolkt is. Hoe vet is dat? Afrika. Waar joe? Hallo. We zijn in Ronda. Waar het vrij koud is. En mooi. Er zijn hier uitzichtpunten over een heleboel bergen. En hier beneden ligt een dal waar we gefascineerd door zijn en willen kijken of we daar kunnen komen met de auto. Verder voel ik me heel toeristerig tussen al deze mensen. En omdat ik lekker met toeristen loopkleding aan heb. Huisleer. Het is gewoon zo sportief van zo'n sportlegging. Dit doet echt wat met mij. Ja? Maakt wat los. Kun je ook het uitzicht nog even laten zien aan de kijkers van BNN Travel? Beaten en een prijs. Nou, wat leuk. Er zitten hier allemaal wilde kaktussen. Wilde kakjes. Leuk. Kakjes. Wow, het uitzicht hier is echt sick. Als je ooit hier in de buurt bent, zeker naar Ronda gaan. Dit ziet er nu heel lelijk en crap uit. Maar kijk wat hier aan de andere kant van de lens is. We zijn nu helemaal naar een bergtop gereden. En daar zie je dan in de verte allemaal kleine witte dorpjes liggen. Ah, het is hier zo stil. Af en toe komt er een auto voorbij en dat zit. En we horen koeien. Kijk, ook een mini dorp in de bergen. Hey, Jordi in de bergen. Wat een vette plek. Wow. Yes. Oh. Opdrukken, soldier. Doe maar even 10 push-ups. Woehoe.
room service. Goedemorgen, het is een hele zonnige dag. Het stemt me echt mega gelukkig. Ik durf niet heel hard te praten, want we staan op het terras en mensen zijn lekker aan het ontbijten. We hebben een plekje in de zon met geweldig uitzicht gescoord. En we gaan hier nu lekker ontbijten en even koffie drinken. Dan gaat Jordi sporten, ik misschien ook wel. En dan gaan we lekker naar de beachclub. Echt geweldig. Ondertussen is dat plakkaat op mijn been echt een monster geworden. Nog bijna twee keer zo groot geworden. Het doet ook heel veel pijn en ik word er ook helemaal een soort van dizzy-achtig van. Dat kan ik me ook verbeelden. Hey, romantische breakfast date. Dit is wel echt een plaatje, deze plek. Het lijkt wel alsof je op een filmset zit. We zijn lekker in de beachbar, wat echt denk ik een van de mooiste plekken is waar ik in tijden ben geweest. Het is echt waanzinnig en zo rustig en zo perfect en mooi. Ik ben helemaal gelukkig. Ik heb lekker mijn nieuwe bikini aan van Bayou de Label. Een Nederlandse chick die ik heel leuk vind en haar merk ook. Dus ik heb allemaal leuke dingen van haar mee. Ook een zwart badpak en nog een luipaard badpak. Loving it. Hele leuke vorm ook vind ik dit. Wat anders dan al die dunne touwtjes. We gaan hier lekker de dag doorbrengen, want dit lijkt de laatste zonnige dag te zijn. Dus ik ga er even van genieten, jongens. Lekker aan het lunchje. Hoe bevalt het high roller leven hier? Wij zijn wel van de uiterste, hè? Ene dag lunchje op de parkeerplaats van de Carrefour en daarna lekker dit. Ook lekker. Maar ik hou daar ook wel van. Nou, net zo goed van een broodje pindakaas als van courgette quiche met een beetje scampi. We hebben dus een chef's menu genomen wat 33 euro per persoon was. Dus voor een hele redelijke prijs vonden. Maybe a little bit. En we hebben nu de desserts en die zijn zo lekker. Ik heb een soort vanille amandelcreme met kletskoeken. Tussen een hele dunne kletskoeken. En nu zitten we lekker aan de dessertjes. We hebben vis gegeten, vlees gegeten, ceviche, prawns, wijn, koffie. Ah, zo lekker. Oh ja, we hebben vanmorgen gesport. Ik was er vrij snel klaar mee, maar... Hallo, het regent zo hard en we zijn net naar de supermarkt gereden. Nu zitten we in de video of je dus eigenlijk boodschappen mee mag nemen in een hotel. Zeker als het ook een eigen restaurant heeft en zo. Dus ik heb lekker stukken in mijn jas. En Jordi probeert heel onopvallend wat spullen in een H&M-tas te doen. Terwijl het best raar is dat we nu een half uur weg zijn gegaan in de regen en opeens... een H&M-tas en een canvasje hebben en ik er heel bol uitzien. Hoe groot acht jij de kans dat in de lobby opeens dat stokbrood uit mijn jas valt? Groot? Ik ken jou een beetje. Zulke sloemers. Ja, maar ze hebben gewoon hele lekkere dingen bij de supermarkt hier. Kaasjes, wijn, dus we hadden daar zin in. Inmiddels zijn we in de lekkerste bedden ever! En hebben ze dus iets heel geweldigs wat ik even met jullie wil delen, namelijk... pillow menu, waar dus verschillende kussens staan, zoals de Cleopatra pillow with a great lightness and volume ensuring high air circulation. Nou, het klinkt me gewoon echt als muziek in de oren. Dit is gewoon pillow porn. Dit is echt geweldig. Je kan dus allerlei verschillende kussens kiezen en dan naar je kamer laten komen zodat je perfect lekker slaapt. Oh, het Grace Kelly pillow. Wil je nooit meer weg? Heb jij dit vorige keer gedaan? Nee, nee. We proberen Atypical te kijken. We zijn gisteren begonnen en jij viel in slaap. Denken jullie dat Jordi zijn haar moet wassen? A. Ja? B. Nee? C. Het loopt wel los.
zit wel goed zo. Morning. Het is eigenlijk al middag trouwens. Het is weer heel lekker weer. En Jordi en ik gaan even wat foto's maken. Voor de gelegenheid heb ik een hele lange dramatische jurk aangetrokken. En ze hebben hier zo'n hele mooie, chique trap. Dus dat leek me wel wat. Dat gaan we even uitproberen. Voelt zo lekker kort haar. Ik wil het toch nog wel echt een stukje af. Nog dit, denk ik. Hallo, we zijn verhuisd naar Granada. En we zijn net aangekomen in een heel leuk designhotel. Wat echt helemaal mijn stijl is. Ik vind het zo leuk altijd van die beetje retro designy dingen. Er zit een super gezellig vegan restaurantje ook onderin. En het was dus helemaal niet duur. Ik moet even van Jordi vragen wat we kwijt waren. Maar normaal betaal je voor zoiets een beetje Hoxton-achtigs echt honderden euro's per nacht. En dat was hier zeker niet het geval. Er zit ook een spa in. Er zit midden in het centrum. Kijk, we hebben dit uitzicht. Super cute. Ik weet niet hoe dit het licht hier aan moet nog. Die spiegel wordt dus een tv. Ik hou heel erg van dit futuristische, maar ook retro vibeje. Dit heb ik vandaag aan. Een Filippa K blazer, geknoopt t-shirt, gecustomized Levi's en mijn funky Birkenstok-achtige dingen. Alleen, het is hier dus heel koud. Mensen hebben echt dikke winterjassen aan, dikke truien. Ik heb precies één trui meegenomen. Thank God dat ik die last minute er nog ingestopt heb. En mijn rode tijgerbroek. En dan heb ik daar alleen een groen bomberjack bij, wat gewoon niet leuk bij elkaar is. Maar prima. Hoe gaaf is deze badkamer? Echt wel goals. Lalalala. Een enorme douche. Echt huge. Zulke leuke spiegels. Cute vegan snacks. Klein chai latte en een klein stukje worteltaart. We zitten in een hele leuke kamer waar onze hele muur aan de kant van de straat van glas is. Maar van buiten is het één grote spiegel, dus mensen kunnen ons niet zien. Het is heel grappig. Het ziet er ook heel mooi en blauw uit, maar ik weet al dat het weer hartstikke koud gaat zijn. Wel een lekker wandelweertje, want het is koud en zonnig. En we gaan vandaag naar het Alhambra, waar Jordi heel graag heen wil. We hebben gisteren geprobeerd kaartjes te kopen en toen was alles uitverkocht. Maar nu, als we op de dag zelf keken, lukt het wel. Dus dat is wel een tip voor mensen die tegen hetzelfde aanlopen. Want het is steeds al voor een hele maand vooruit uitverkocht. Terwijl dat kan natuurlijk niet. Dus dan moet je even op de dag zelf nog een keer proberen. Heb je al iets leuks in Sevilla gevonden? Jordi is echt de koning van hotels zoeken. Het is echt heel koud inmiddels. We zijn op een binnenplaatsje bij het Alhambra. Lekker rustig. Yay! Het is vandaag onze 2-year anniversary. We hebben een hele chille ochtend gehad en ik heb een heel lief verrassingscadeautje gekregen. We hadden eigenlijk bedacht geen cadeaus te doen. En toen waren we van de week in een warenhuis waar ze Byredo hadden en Diptyque. En toen was ik allemaal aan het vertellen over wat voor mooie merken dat zijn. Hallo! Even hoi tegen mijn bolletje. Toen ik dus naar de auto liep, is Jordi heel snel terug naar binnen gegaan. En heeft hij deze super mooie parfum voor mij gekocht. Deze flesjes zijn zo mooi. Het ruikt zo lekker. Dus dat is heel leuk. En net hebben we heel lekker uitgebreid ontbeten. En nu gaan we rondlopen. Het is heel koud. Dus ik heb onder mijn broek nog een panty aan. En dan nog een t-shirt van Jordi. En een trui en een jas. Maar ik denk dat ik ook nog ergens een cool truitje moet kopen voor hieronder. En ik heb helemaal geen leuke winterdate kleren. Ik was hier niet op voorbereid. Dus... ik ben nu in dubio, ga ik dan iets kopen of laat ik het erbij? To be continued. Date night! We gaan natuurlijk even uit eten en onze anniversary vieren. Dus ik heb mijn nieuwe top aan van For Love and Lemons en mijn jeans. En ik hoor dat er allemaal knallen zijn beneden. Ik dacht dus eerst even van wat de fuck is er aan de hand, maar het is... flamenco dansen. Dus dat gaan we nu checken. En ze hebben heel lekker eten hier beneden. Dus pak het gewoon chill aan.
gingen even wandelen en we zijn nu in een soort Spaans ritueel beland. Waar duizenden mensen van het dorp voor uit zijn gelopen. We snappen daar geen ene bal van. Een soort wagentje wat getild wordt met allemaal kaarsen op en gouden slierten. En mensen zijn doodstil en soms is het vuurwerk. Het is nog steeds koud. En we zijn nu op weg naar een nieuw hotel. Wat we met wat korting hebben kunnen vinden omdat het last minute is voor één nacht. En het heet een Hideaway Hotel. Royal Hideaway Hotel. Het is echt in the middle of nowhere. Zo rustgevend nu al. En volgens mij is het heel fijn en luxe. Vandaag ben ik weer in mijn dikke trui yoga pants look met mijn nieuwe sneaker. Niet echt een lekker make-uploos hoofd. Hallo. Maar ja, dat hoort gewoon bij vakantie. Volgens mij maakt het Jordi ook allemaal niks uit dus. We zijn in onze kamer. Het is een beetje slecht weer dus, zoals ik al 100 keer heb gezegd. Ze wilden de spa ingaan, maar daar moet je nog allemaal extra geld voor betalen. En dat vinden we zo'n onzin, dat we uit protest niet gaan. En in plaats daarvan roomservice hebben besteld en Boer zoekt vrouw kijken. En dan gaan we morgen wel in de spa, want vanaf morgen is het dan het seizoen dat het buitenzwembad dicht is. En je wel in de spa mag, wat natuurlijk onzin is. Dus ja, ik hoop dat we straks nog even naar buiten kunnen. Het regent nu, maar het zou wel lekker zijn om even te wandelen. Hallo little friends. Die zwarte burger is echt mooi. Oeh. Snack diner. Goedemorgen. Het is een van onze laatste dagen. En we zijn nu naar Sevilla gereden. En ik ben helemaal zo geinig. Want het is weer te koud om gewoon een leuk t-shirt en een blazer aan te doen. Dus nu moet ik weer de enige trui aan die ik al de hele vakantie aan heb. En ik ben er helemaal klaar mee dat het nooit gewoon een beetje warm is. Ik vind het toch gewoon niet leuk als je op vakantie bent. En je moet altijd truien en sokken aan en dat soort dingen. Is mijn look weer mijn goddelijke acne trui die ik toch echt voor de winter had bewaard. Nog een t-shirt met jeans en sneakers. We gaan even ontbijten en dan kijken of we een leuk museum kunnen vinden. We zitten nu in een geweldig restaurant. Waar we in de keuken zitten praktisch. Er werken hier allemaal hele fantastische Spaanse mannen die heel veel karakter hebben. En onder de tattoos zitten en allemaal geweldige eten te bereiden. Ze raden ons nu allemaal vissen aan die hier voor ons ligt. En we zitten dus eigenlijk waar mensen normaal wachten. Dus zeg wel. Zo gaaf. Goedemorgen, het is weer heel bewolkt en koud buiten. Dus ik heb mijn enige warme kleren aan. Namelijk deze wollen acne trui die zijn dienst echt nu al bewezen heeft. Dus winter essential. Een groene bomberjekje. En deze zwarte yoga pants en sneakers. En mijn oude vertrouwde Celine tasje. Leuk stadje waar heel veel leuke tentjes zitten. Lunchtentjes, tapas, ontbijt, whatever. Er is ook heel veel mooie architectuur en een hele mooie brede rivier door de stad. Geeft ook altijd heel veel karakter, dus ik ben echt wel fan. Ik zou het iets warmer willen meemaken, maar het is echt een hele leuke stad voor een citytrip. Het tentje waar we nu heen gaan heet Torch en die tipte best wel veel van jullie ook. Waar we gisteren ook, dus heel lekker. Ik wilde nog even bij de zonnebrillenwinkel kijken. En Jordi weet dus gewoon precies waar die winkel is waar we één keer langs zijn gelopen toen hij dicht was. Hij heeft dus een hele bizarre gave. Om, zeker als hij een kaart heeft gezien, kan hij alles terugvinden. Het is echt sick. Hij zei gewoon, oh, ik weet hoe het is. Ik zo, je maakt een grap. Maar hij maakt geen grap. Dus we lopen er nu heen. Ik ga hem tegen. Ook al heb ik de kaart gezien en Google Maps openstaan. En 36 keer gefietst gereden. En 86 keer al gereden. Met een bus rijd ik alsnog verkeerd. Ik heb wel de gave die veel vrouwen hebben.
niet om routes te onthouden, maar wel om gesprekken te onthouden. Dus als je dan een discussie hebt, dan weet ik nog precies wat je 3 jaar geleden op dinsdag in een andere discussie hebt gezegd. Handig. Helemaal gestrikt voor een Segway tour. Ik heb dit nog nooit gedaan, maar ik ga helemaal stuk. Hoger dan dit? Dit is het leuk, hè? Rustig aan, papi! Rustig aan! Papi! Kom deze kant op! Hoe stop ik? Naar voren, ga naar voren! Oké, de rust is wedergekeerd. We gaan nu een kerk in. Waar Christopher Columbus en een aantal van zijn broers liggen begraven, of hun as ligt daar. Wat best wel bizar is. En ook wel een omstreden persoon is natuurlijk. Hij heeft rond 1500 een heel groot deel van Zuid-Amerika gekolonialiseerd. Maar daarbij ook allerlei marteltechnieken en onderdrukking en slavernij ingezet. Dus het is iemand die geroemd is, maar eigenlijk helemaal niet bewonderd hoort te worden. Aan de andere kant kun je je afvragen, kunnen we onze moderne normen en waarden op de 15e eeuw plakken? Ja? Hier heb je 10 euro. Ik denk dat ik te veel kerk in mijn leven heb gezien om 10 euro te betalen. We gaan niet naar het graf van Columbus. Kom, we gaan wat ijs eten. We zijn films en first dates aan te kijken. En mijn missie is om Jordi in ieder geval net zo dronken te maken als mijzelf, want ik ben na 1 glas wijn al dronken. Ik ben nog niet eens aangeschoten. Wat? Jij hebt de hele fles leeggedronken. Jij! Ik 1 glaasje. Sorry. Je hebt het zelf niet door. Dan ben je een alcoholist als je niet door dat je drinkt. Nee. Hè? Wat het mee? De trip zit er alweer bijna op. Wat rusten. Kijk eens wie we hier in het wild hebben. Oh. Het is onze laatste dag en we zijn even in de Wim en Lola geweest. Lievelingswinkel hier. En nu eten we 1 gebakje, een afscheidsgebak. We wilden zo graag een schuimtaartje proberen wat iedereen hier eet. Zo'n hele dikke merengue. Dat is dit Joekel ding. Er zit helemaal zo'n hele stevige merengue. Dan hebben we hier nog een hardere merengue en een soort mini oliebolletje met boom erin. Deze bakkerij is er dus al vanaf 18 nog wat. Hallo allemaal, ik ben weer thuis en back to reality. Het was een heerlijke trip en echt zo fijn en bijzonder om zo lang vrij te zijn. Ik heb ook wel eens gelezen dat 3 weken echt de periode is dat je tot rust komt, dat dat echt wetenschappelijk onderzocht is. Ik heb wel het idee, wetenschap of niet, dat het me heel veel goed heeft gedaan en dat ik weer heel veel energie heb en heel veel zin heb om dingen hier weer aan te pakken. Dus ik hoop dat ik dat nog even vast kan houden. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je deze enigszins rommelige vlog leuk vond. En tot heel snel weer. En vergeet natuurlijk niet je te abonneren. Tot in de volgende video. Doei!